vertel dat je op meisjes valt. Niels de Stadsbader was dat natuurlijk. En we hebben onze tweede gast alweer in de studio. Klopt inderdaad. We zijn ondertussen helemaal op de hoogte van wat de weergoden ons de komende dagen weten te presenteren. Dus onthouden dat dit een beetje een nat weekend wordt en dat we dan vanaf volgende week wat wisselvallig weer kennen. Maar goed, dat gezegd zijnde, we blijven in Tielt voor onze eerste praatgast dan maar. En we gaan het meteen op de sportieve tour gaan zoeken. Bij mij zit Peter de Kloet. Peter, goedemorgen. Goedemorgen. Tafeltennis Tielt. Peter, vertel eens. Wie zijn jullie en ja, wat doen jullie tafeltennis uiteraard, maar wie zijn jullie? Wij zijn een relatief kleine club in Tielt. We hebben ongeveer een 47-tal leden. Mm-hmm. We merken sinds de laatste jaren dat we een terugval krijgen van het aantal leden. En we zijn dus op zoek naar middelen om extra promotie te kunnen maken voor onze club. Dus we zijn, ik zeg, een relatief kleine club. Maar een zeer toffe club. Om in te spelen, zeg maar. Tuurlijk. Ja. Ja. En is het, Peter, moeilijk om jongeren te mobiliseren om dit sportieve... Jongeren, we hebben een aantal, toch een redelijk aantal jeugdspelers. Mm-hmm. En we merken, dus als we ze warm krijgen om te spelen en om te blijven spelen, dat ze toch wel een tijdje blijven. Natuurlijk zitten we met een kantelmoment, moment dat ze naar de hogere scholen gaan, zeg maar. En dan zijn er een aantal die wegblijven. Dus daar zitten we met een kantelmoment. En ook door andere redenen, jeugd die wegvalt of ook volwassenen die wegvallen door een of andere reden. Ja. Maar we merken ook, we zitten effectief met een daling. En we proberen dat nu natuurlijk wat op te krikken. We hebben in het verleden ook, of het recent verleden, een aantal krantenartikels zijn er verschenen. Ook om effectief mensen, om ons zichtbaar te maken voor Hans Tielt. Ja. En om op die manier wat promotie te kunnen maken voor onze club. Mm-hmm. Dus bij deze. Ja, ik kan me ook voorstellen, tafeltennis, spelen jullie ook in competitie? Ja, wij hebben, we hebben verschillende doelgroepen. We hebben de jeugd uiteraard. Die spelen geen competitie, maar die kunnen ook meedoen aan interclubs voor de jeugd onder andere. Maar we hebben ook een viertal ploegen in competitie. Mm-hmm. Afgelopen seizoen hadden we drie ploegen in derde provinciale en één in vijfde provinciale. En elke ploeg wordt samengesteld uit vier spelers. Ja. Dus ook daar zien we sinds een aantal jaar dat we nu zitten met vier ploegen in competitie. Mm-hmm. Het moment dat ik begon, dat is nog niet zo heel lang geleden, 6 jaar, zaten we met 6 ploegen in competitie. Dus we zien daar ook wel een terugval van het aantal competitiespelers. Ja. Maar ik zeg, het is zeer plezant om te doen. Een heel leuke sport. En zeker ook voor mensen. Dus ik had hier ook al iets voorbereid. Ja. Eén, de jeugdspelers, dat we ook proberen aan te trekken, omdat dat ook wel belangrijk is. Mm-hmm. Zeker voor het aanleren van techniek. Yeah. Hoe jonger dan ze zijn, hoe beter. Yeah. Maar ook sporters die, of ex-sporters die al een sportieve carrière achter de rug hebben en die last hebben van allerlei kwaaltjes. Ik zeg maar iets, basketbalspelers, volleybalspelers, die beginnen al wat last te krijgen van de rug, van knieën enzovoort. Bij tafeltennis is dat iets minder en is dat misschien een ideale overstap voor een zwaardere sport naar een iets wat lichtere sport. Ja. Dus zijn wij ook misschien ook die een doelgroep aanspreken om toch een keer te komen spelen, om een keer te komen trainen, om een keer te zien hoe dat in zijn werk gaat. Mm-hmm. Dus heel belangrijk. Wat zijn eigenlijk de spelregels bij tafeltennis? Maar de spelregels is eigenlijk heel eenvoudig. In die zin, er worden 3 winnende sets gespeeld, mm-hmm. tot 11 punten. En het moet 2 punten verschillen. En bij enkelspel maakt het niet uit hoe je opzet. Dus je moet gewoon opzetten naar de andere kant van de tafel. In dubbelspel moet er diagonaal mm-hmm. opgezet worden. En dat zijn eigenlijk een beetje de spelers, belangrijkste. Ja. Fair play is ook heel belangrijk. Mm-hmm. Zeker als je dan officiële toernooien meedoet, dat is dan met officiële scheidsrechters aangesteld.
wordt fair play toch echt wel, als dat niet gebeurt, bestraft zelfs. Dus het is toch wel heel belangrijk dat er ook fair play is in de sport. Toch hebben we ook wel een paar bekende mensen, of bekende Belgen, die het tafeltennis groot hebben gebracht, zeg maar. Tuurlijk. Maar nu, sinds kort, 2 dagen terug, dacht ik, was minder nieuws. Dat Jean-Michel Serre aankondigt om te stoppen. Daaraan zie je ook dat hij is nu 50, hij wordt 50 jaar, speelt nog altijd op het hoogste niveau. Mm-hmm. Hij ziet van, ik kan me niet inbeelden, dan een voetballer of een basketballer speelt tot aan zijn 50 jaar op een heel hoog niveau. Nee. Dus daarmee dat eigenlijk een sport is die eigenlijk voor een zeer breed publiek toegankelijk is. Ja. Ja. Waarom, Peter, moeten mensen bij de tafeltennisclub in Tielt zich aansluiten, denk je? Maar in de eerste plaats, we zorgen ervoor, zeker ook voor de jeugd, dat het altijd leuk en plezant moet zijn om te komen spelen. Dus we gaan niet bij de jeugd al direct druk zetten om te presteren. Het moet zeker plezant zijn, zeker bij de jeugd. En eenmaal dat je dan uiteraard een bepaald niveau bereikt, dan heb je nog ofwel de kans om te zeggen van ik doe mee aan competitie. Mm-hmm. Of ik blijf gewoon recreant. Dus we hebben ook recreanten als leden die enkel maar recreatief willen spelen. En dus dat zijn de doelgroepen. Mm-hmm. En waarom aansluiten bij onze club? We zijn een hele toffe club. We zijn ook nog een lokale, gezellige, warme club. We hebben ook een toffe leden, een goed bestuur. Dus ja. Ja. Dus, redenen genoeg eigenlijk om aan te sluiten gewoon eigenlijk. Hè? Zeker. Ja, zeker. Ja, ja. En hoeveel maal wordt er dan getraind, Peter? De jeugd traint voornamelijk dinsdag. Dat is tussen 7 en 8. Is er een uur voorzien voor de jeugd. En daarna komen de volwassenen, zowel competitiespelers als recreanten. Dat is ook de dinsdag, tot 9:30 is dat dan. Dan de donderdag kunnen de recreanten, enkel de recreanten, spelen tussen 8 en 10. En de vrijdag is het dan zelfs met een trainer, omdat dan effectief gericht wordt naar het technisch spelen. Technisch spelen, dus, perfect ja. technisch kunnen spelen. Ja, ja. Dus ja. Ben jij zelf ook een tafeltennisser, Peter? Ja, zeker. Ik ben relatief laat begonnen. Ik ben nog maar een jaar of 7 lid van de club. Mm-hmm. En ook eigenlijk begonnen door mijn zoon, omdat we zochten eigenlijk een sport voor mijn zoon, Corneel. Mm-hmm. Omdat hij al een aantal sporten had geprobeerd. En de club bestond toen 35 jaar en was er een mogelijkheid om een keer te gaan spelen. En dat was direct een klik, dat was direct goed, zowel voor mijn zoon als voor mij. Ja. We zijn dan samen lid geworden. Ik ben dan het jaar daarop zelfs in het bestuur geraakt en dan een aantal jaar later voorzitter geworden. Dus ja, ik ben eigenlijk vrij laat begonnen. En ik speel ook competitie, maar reserve eerder. Maar ik doe het fantastisch graag. Het is heel leuk om te doen, zelfs op latere leeftijd. Dus als je een beetje sportief bent en een beetje balgevoel hebt, dan gaat dat wel vrij vlot. En ja, het is gewoon een leuk spelletje. En vooral omdat je dan ook ziet, iedereen die op vakantie gaat, die gaat daar eens naar het zuiden, staat altijd daar eens wel een tafeltennis. Ja. En iedereen speelt wel een keer en iedereen vindt dat wel leuk, maar blijkbaar wordt het dan toch wel moeilijker om effectief de stap te zetten naar een officiële club. Maar goed, ja. Maar we zijn echt wel een toffe club, een toffe bende. Ja, ja. Dus, Oké, zeg, en mensen die interesse zouden hebben, en dan misschien wel vooral jongeren, als ik het zo mag uitdrukken, die interesse hebben om deel te worden van jullie club, waar kunnen zij terecht voor? Maar zij kunnen sowieso terecht op onze website, ttctielt.be. En we hebben ook een Facebookpagina waar ze terecht kunnen voor allerlei informatie. En sowieso kan er altijd via de website vinden ook de mailadressen terug, een mailtje sturen. En met veel plezier gaan we ze verwelkomen. Het is nu ook zo, we zitten op het einde van het seizoen. Ja. We hebben ook gezegd van degenen die komen spelen, die nieuw zijn, mogen een aantal keer komen spelen zomaar. Ja. Dus voor dit seizoen, het seizoen loopt een einde nu eind mei.
Iedereen die komt spelen, is gewoon gratis. En vanaf volgend jaar uiteraard is het... Is het met het geld. Ja, uiteraard. Ja. Dus, ja. Maar om toch al een keer een beetje te laten proeven zeg maar, van jullie club uiteindelijk. Hè. Altijd welkom. Zeg Peter, wij hebben hier ook een sportprogramma op Radio Meteo, waar ik zondag namiddag tussen 16 en 17 uur. Het zou fijn zijn mochten jullie ook ons de informatie en ook de uitslagen van jullie club doorsturen. Okay. Dan kunnen we dat ook in dat programma opnemen. En op die manier ook wat extra aandacht aan jullie club gaan besteden uiteraard. Oké, dat is goed. Oké, goed. Zeg Peter, mag ik jou heel hartelijk danken om eventjes de tafeltennis te laten thuisstaan en wat tijd vrij te maken om hier langs te komen. Ik zou zeggen, veel succes. En ik hoop maar dat dat ledenaantal binnenkort gewoon verdubbelt. Gewoon. Ja, dat zou mooi zijn natuurlijk. Dat zou heel mooi zijn. Misschien een hele grote stap, maar toch, het zou goed zijn. Het zou goed zijn. Oké, zeg Peter, fijne zaterdag en veel succes. Dank u wel. Bedankt, dag. Het laatste nieuws. De mooiste muziek.